Hier, prachtig mooi weer. Geen wolkje te zien. Het is helemaal blauw. Ja, wat willen mensen van weer? Hé, mijn schat. Hallo. Ook jij hallo. Day of Christmas, my true love gave to me. Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Vrijdag en we leven op de 27e december. Kerst is weer geweest. We gaan op naar het oudjaarsdag. Ja, en dan gaan we afscheid nemen van het jaar 2019. En dan kondigt 2020 zich weer aan. Ja, ja, het gaat snel allemaal, of niet dan? Maar ook wens ik jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. En we hebben een fijne kerst gehad. Toen dacht ik dat Rijke onder de tafel ging, maar nee, die zie ik nou even niet. Ewie zie ik wel. Kandolf is boven. Maar Rijke? Nou, ik zag haar net lopen, maar... Hey meisje, ja, ik zag je in een scheen, maar verder ook niet. Kom maar. Gaat ze weer terug? Nee, malle meid. In ieder geval, mijn huishoudelijke hulpie, Astrid, die mij toen ook zo heel goed heeft geholpen met het, de dag dat mijn schoonmoeder is overleden. Die is weer lekker bij me. En die is lekker aan het poetsen en het doen voor me. Ja, achterstallig weg. Ik ben ook niet geweest van de week. Dus ja, dan hou je achterstallig werk. Ik ben er ook niet aan toegekomen om zelf even een stofzuiger doorheen te slingeren. Want die reis naar Den Haag, dat zit nog wel in mijn lichaam. Ik voel dat nog steeds. Ja, en ik verga ook daardoor ook van de pijn. Want... De terugweg, die trein, ik weet niet wat er aan de hand was, of het aan het spoor lag, ik weet het niet, maar ze gingen tekeer tot de met. Het was een verschrikking. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En, ja, kom maar hoor, ik ga wel anders. Oh, ze laat de meneer Kandolf binnen. Hé, met zijn gemiauw. Ik heb dat niet eens gehoord. Nee, en anders had hij het maar bekeken. Ja, hij heeft niet altijd zo zin. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle vrijdag. Het is hier prachtig mooi weer. Geen wolkje te zien. Het is helemaal blauw. Dus ja, wat willen mensen dan meer? Het zal wel koud zijn, want ik zal er net eentje lopen. Helemaal dik ingekleed, muts op, tot over zijn oren, tot hier aan toe. Je zag bijna, nou ja... Sjaal om mijn nek en ik nou, waar woon je? Waar de ijsberen ook wonen? Ik nou, straks als het vriest, helemaal niks. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus ja, ik kleed me wel warm aan als ik weg moet, maar ik ga niet helemaal alsof het vriest aankleden. Nee, dat doe ik niet. Maar oké, geniet ervan. Doe ik ook. En ik moet zo meteen mijn camera leeghalen op dit filmpje na. Ik blijf erop staan. Maar de rest gaat er allemaal af. Dan kan ik daar weer mee aan het werk. Want anders krijg ik huilende mensen. Ja, net zoals... Hallo lieve vrienden, ja ik ben net met onze Rijka die daar lekker ligt
weer wezen lopen. En weer een heel eind voor mij doen. Ja, dus ik ben back af. Ik ben blij dat ik weer thuis ben en dat ik zitten kan. Ook de kleine meid is dus moe. Hopie. Maar in ieder geval, ja, een beste wandeling gemaakt. Het is ook prachtig mooi weer. Het is wel frisjes, maar het is wel heel erg mooi weer. En ja, ik ga nou koffie maken en dan ga ik weer met de computer aan de gang om dus weer een film in elkaar te krijgen en naar YouTube te brengen. Ja, en dan kan ik er vanavond eentje blij maken. Ja, ook dat nog. En dan ga ik ook tevens namen opschrijven van een aantal Facebook-vrienden die me toch wel erg aan het hart leggen, want die zijn zo bijzonder en zo lief voor mij. Ja, en dan wie liefde geeft, kan liefde terugkrijgen. Ja, toch? Ja. En die ga ik in een vlog benoemen. Die ga ik speciaal ook aan hun opdragen. Dus ja, dat komt helemaal goed. En voor nu zeg ik, wens ik jullie allemaal, hoe laat leven we? 3:30 op die klok. Die heb ik net gehad, hoe laat heb ik het zelf? Mijn mouw zit er overheen. Ja, 15:33, dus net 3:30 geweest. Ik wens jullie allen dus nog een hele fijne namiddag. Geniet ervan met z'n allen. En ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer laat. Ja, ja. Het is 3:15 in de middag. Waarom ik zo laat ben? Nou, jullie zien dat denk ik wel aan, maar ik voel me niet helemaal in orde. Nee, hoofdpijn, wisselijk, beroerd zijn en onderweg zijn, ja, niet echt goed. Ik ben dus ook maar net uit mijn bed. Maar dan kan de pret niet drukken, nee. Wel heb ik vanochtend vroeg in de tuin Rijker gedaan en Kandolf eruit gelaten. Kandolf is er net weer in. Rijker is net weer buiten geweest. Ook Kandolf is weer buiten geweest. Even met z'n tweeën. Maar ze zijn allebei weer binnen. Dus ja, die willen ook wat lekkers hebben. Net zoals ik. Ik ga aan de koffie. En hoop dat mijn hoofdpijn verder gaat zakken. Ik heb wel net weer voor de tweede maal medicijn ingenomen. Want dat wil gewoon niet. Ook heb ik last van mijn jukbeen. Waardoor, nou ja, dat heeft met het verleden te maken. Ga ik me nou niet over ruiten. Hoeft ook niet. Het is geweest. Dus. En ja, ook mijn oor die deed vanochtend zeer. Dat is nou gelukkig wel weer over. Ik kom met slikken af en toe nog een beetje, maar dat kan de pret ook niet drukken. Ik moet uitkijken voor Kandel, want ja, wat is je man? Maar oké, dat ja, verder gaat het hier al lekker. Het is wel weer grijs en grauw, niet zo als het gisteren was zo mooi weer. Nee, gewoon grijs en grauw. Niks aan. Ik heb liever het weer van gisteren, weet je. Dan heb je toch nog vrolijkheid en blijheid, omdat de zon schijnt en de lucht is dan blauw. Nou heerlijk, dat vind ik lekker. Maar ja, dat is er nou helemaal niet bij. Nee. En nou, ik moet daar die bende straks opruimen, want het ziet er niet uit. Maar dat komt ook wel goed. Ik zou zeggen, geniet ook van jullie dag. Doe ik met de lach, probeer ik nou met die ook te doen. Hé, jongens, zit op de relator. Rijker is aan het rondsnuffelen, et cetera. En Kandel die zit, dat is allemaal, die staat er toe te kijken. Oh, Rijker die vindt wat. Dat eet ze even op. Ja, dat gooit ze zelf neer. Want Rijker die pakt een hap met eten uit de bak en dat sjouwt het ergens mee anders naartoe. Oh, ja, maar dat wil Eeuwin lekker niet. Dat wil Eeuwin lekker niet. Eeuwin die zit op de bank. En dat deed ze vanaf de achterkant zo de tussendoor en erop. Wat nou, Rijka? Ja, Eeuwen wil niet, hè? Rijka. Eeuwen wil niet. Maar oké, lief. Oh, hier heb ik Kandel.
Gandalf. Mrouw, hoe jij. Nou, maar het... Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en... Oh, daar hebben we Rijka. Zeg maar, dag. Dag. Dag, helemaal. Dag, helemaal. Ja, het is ook zo'n lekkere boef die. Maar ik zou zeggen, voor de zoveelste keer, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes retour. We zijn net weer binnen en net is buiten koud. Hè? Moet je weer bijten op mijn duim? Maar in ieder geval, we hebben weer een flinke wandeling erop. Of niet dan, Rijka? Ja, hè? Ja, we hebben een flinke wandeling gemaakt, hè? Ja, of niet dan? Ja, dat, het is echt roetje koud. Ook is het hier netjes. De afwas die zit in de vaatwasser en die draait al vanaf voordat we weggingen. Toch? Ja. Maar in ieder geval, ja, het is echt... Nee, ik vind het niet lekker. Nee, echt niet. Maar ja, daar is het ook tijd van het jaar voor. Normaal behoort er sneeuw te leggen, dat ligt er ook niet. Nee, alles is groen, hè? Ja, alles is groen. Wat is er? Oh, dankjewel, schat. Ja, ik hou ook heel veel van jou. En ja, we houden van elkaar, is schat. Ja. Oh, maar je is zo lekker. Oh ja, doe maar, schat. Hé? Dat, ja, wat zou ik nog zeggen? Ik zou wat zeggen, dan weet ik niet meer. Hé, hallo? Ja. Maar oh ja, maakt ook allemaal niks uit. Als jullie het maar gezellig hebben. Ja, ik heb het ook gezellig. Ik heb het naar mijn zin. Het gaat weer wat beter met me. Dan enkel heel veel rugpijn nog. En last van mijn knie. Maar dat gaat ook wel weer zakken voordat ik een oud kereltje ben. Enkel overgaan doet het niet. Want die rug, daar ben ik mee geboren. En mijn knie, die zijn verspleten. Dus dat gaat ook niet over. Nee, hè? Nee. Nee. Gaat niet over. Wat is er allemaal? Wat is er allemaal? Hé? Oh, zie jij jezelf of niet? Hé, kriebel, kriebel, kriebel. Kijk, moet je daar kijken. Zeg je dag allemaal? Zeg je dag allemaal? Dag! Nee, wil je dat niet? Dat hoeft ook niet hoor. Nee, je gaat weer in mijn vinger bijten, maar dat wil ik weer niet. Nee, is dat even balen? Hé? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot vanavond en smakelijk eten. Hoe laat is het eigenlijk? Weet ik niet eens. Het is 5:12, dus we zitten in de namiddag. Ja, in de namiddag heet dat. En ja, ik hoef nog niet te eten. Voor mij is sowieso nog te vroeg. Ik ben altijd veel later. Altijd al geweest ook. Hé, ja. Dat, ja, geniet. Ik doe dat ook. Het is mooi. Buiten ook allemaal mensen met lichtjes. Meer lichtjes dan normaal aan. Ja, de kerstverlichting hangen voor de ramen, et cetera. Er was al wel eentje. Die woont hier op een gracht. Die had de kerstboom de geer vannacht er al uit. Hè? Die lag al in het gras onder de bomen. Ik denk, nou, ook zonde. Koop je een echte boom. En dan gooi je hem gelijk naar de kerstdagen al uit. Heb ik nog nooit gedaan. Ik laat altijd mijn boom staan tot en met 6 januari. Want dan heet het Drie Koningen. Dus na 6 januari ga ik pas beginnen de boel weer op te ruimen. En niet eerder. Nee. Dus, maar ja, ieder het zijne. Maar ik vind als je kerstfeest viert, dan behoort dat er allemaal bij. Ja. Dag buurvrouw, dat is buurvrouw, die loopt ook met een hondje, ja. Die gaat nou net de deur uit, wij zijn weer net binnen. Hé? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Hé, kleine meid. Hé, mijn schat. Hallo. Ook jij hallo. Oh, mooi is dat toch, hè?
Ja. Ze zijn niet meer bang van elkaar, niks. En doet Rijka te veel voor Eowyn, dan is het gewoon even een klap tegen Rijka. En zo is het met Gandalf ook. En Gandalf zit achter de deur. Ja, die zit meestal achter de deur. En waarom, ik weet het niet. Maar dat doet er niet toe. En ik zit op Facebook. En ik zit naar Dancing on Ice te kijken. En ik ben met koffie bezig. Ja. Zo, lekker bakje koffie erbij. Voilà. En dan moet ik zo meteen even de laatste koppel jureren. Ik was het helemaal vergeten, omdat ik het te druk had op Facebook. Dus ja. Dan moet dan kan ik enkel de laatste maar jureren. En dat is Nicolien en Mathieu of zoiets. Ja, zal wel. Ik weet niet hoe je die naam uitspreekt. Maar dat wachten we lekker af. Rijka. Hé? Rijka. Rijka. Grote meid. Groot meisje, hè? Ja. Oh, groot kind. Hé? Hé, hey, groot kind, hè? Jo, groot kind, hè? Jo. Oh, Eowyn, die heeft de vliegziekte. Hé, die vliegt van de ene kant naar de andere kant. Moet je weer in mijn hand bijten. Moet je weer in mijn hand bijten. Oh ja? Gaapje doen? Hé, hey, ben je moe? Hey, ben jij moe? Ja, hallo. Bijt maar in je eigen poot. Ja, bijt maar in je eigen poot. Ga daar maar in bijten. Jo. 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 Hé? Boefke. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, we zitten bij elkaar. Enkel die twee. Je zien jullie bijna niet. Dan had ik de camera even wat anders, denk ik, moeten zetten. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij gaan naar bedje toe. Want het is al heel erg laat. Ja. Want het is 2:53 in de ochtend. Het is alweer zondag. De 29e. Maar we gaan eerst lekker slapen. En dan is het weer de volgende dag bij mij, hoor. Ja. Zeker weten. Rijka die ligt lekker te slapen. En mijn beeld is ook niet al te scherp, geloof ik. Even kijken, hoor. Wil niet, hè? Nee. Helaas wil dat niet. Eowyn die ligt hier. En daar ligt mijn kleine meid, Rijka. Ja. En Gandalf heb ik lekker op schoot. Hé? Ja nou. Hé, look. Naar die kopzanen. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Gezond weer op de uiteraard. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei. It's a lake, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge.